Lang geleden. Dat was in december, geloof ik. Want je bent al meer dan een jaar onderweg. Ja. En van Sint Maarten vandaan, welke route heb je toen gevaren? Ik ben naar beneden gevaren, Ile de Saint Dominica, dan naar Bonaire, San Blas eilanden, Panama, Galapagos, van de Galapagos naar de Marquesas, Tahiti, Morea, Bora Bora, Tonga, Fiji, Vanuatu, van Vanuatu naar Darwin. Stop je onderweg op elk stuk land dat je tegenkomt? Nee, niet op elk stuk land. Nee, ik heb de eilanden aangedaan die ik net opgenoemd heb. Ja, maar er zitten er nog heel veel tussen. Dus vertel eens iets over Galapagos, want dat lijkt me een heel bijzonder eiland. Ja, het was wel cool. Behalve ja, de ankerplaats was een beetje, ja, die was niet zo heel erg goed. Ja, de ankergrond was niet goed en vooral een hele grote zwel die naar binnen kwam. Dus ja, nog erger dan op zee, zeg maar, niet heel comfortabel. Maar ja, de Galapagos op zich waren wel cool met de pinguïns en de schildpadden en... Best wel heel erg apart, zeg maar. Dus je hebt dus wel de tijd om af en toe even rond te kijken? Ja. En nu zit je in Darwin. Hoe lang verblijf je nu in Darwin? Ik ben hier ondertussen alweer 3 weken, geloof ik. Ja, zoiets. En ik blijf nog een week. Maar vooral omdat ik veel dingen aan de boot te doen heb die gewoon opgeknapt worden. Meestal blijf ik ergens een weekje of een paar dagen. Dus dit is vrij lang. Wat mankeert Guppy, je boot? Op dit moment eigenlijk vrijwel niks meer. Maar mijn zeilen waren gescheurd, het roer zat vast, het stuurwiel viel eraf. En nou ja, nog wat een heleboel kleine dingetjes. De verstaging moest gecheckt worden. En achter bleek het een beetje uit het dek getrokken te zijn. Dus dat moest opgelost worden. En nou ja, gewoon een heleboel kleine dingetjes die... Ja, gewoon slijtage zijn eigenlijk. Nou, voor mensen die het misschien vergeten zijn, je vaart wel in je eentje, dus dat maakt de reis dan misschien ook wat trager, of niet? Valt mee. In het begin natuurlijk wel, omdat je gewoon moet uitvinden hoe je dagritme wordt en wat het beste zelfvoering is en hoe je alles het beste kan doen. Maar ja, je raakt er heel erg aan gewend en nu gaat het eigenlijk automatisch. Dus het is niet per se langzamer, hoor. Dan weet ik ook dat in Nederland waren ze heel moeilijk wat betreft school. Dus hoeveel tijd heb je nog over om schooldingen te doen? De laatste tijd niet zo heel erg veel meer. In het begin, omdat ik veel moest wachten op de orkaanseizoenen en zo, had ik dus heel erg veel tijd over. En toen heb ik ook behoorlijk wat aan school gedaan. Maar de laatste tijd is het gewoon heel veel zeilen, weinig stoppen. En nu in Darwin dan lang stoppen, maar veel aan de boot werken. Dus ja, het gaat nu wat langzamer. En van Darwin vandaan, waar ga je naartoe? Nou ja, dat weet ik al wel, maar dat kan ik even niet zeggen. Vanwege de piraten? Ja. Yeah. Vind je het niet eng? Of wat, dat je straks door een gebied heen moet varen in principe waar piraten zitten? Ja, het is een beetje vervelend, maar het is niet anders. Dan straks weer op weg naar Nederland. Wanneer denk je weer in Nederland te zijn? Oh, ik heb geen flauw idee. Maar vertel, tot op heden meegevallen? Vind je het best leuk? Of zeg je van nou, af en toe, dan wil ik toch weer aan land zitten? Nou, eigenlijk is de hele trip tot nu toe gewoon over het algemeen valt het me heel erg mee. Maar er zijn ook al momenten dat ik echt denk van, wat doe ik hier? Ja. En waarom wou ik dit? Maar ja, ik weet niet. Over het algemeen valt het me heel erg mee en vind ik het gewoon echt nog superleuk. Ja. Ik begin het eigenlijk steeds leuker te vinden. Want dat lijkt me wel moeilijk af en toe. Dan zit je echt in je eentje op een bootje. En voor een lange tijd. Ja. Dus hoe hou je jezelf dan bezig gedurende die periodes? Ik weet niet. Dat gaat automatisch. Gewoon de dagen vliegen voorbij. Lezen, koken, eten, slapen, de zeilen bijstellen, blog schrijven. Ja, het gaat heel snel. Over die blog gesproken, je hebt ook het Nederlandse team ontmoet met de Nuon Solle auto. Ja, hoe was dat om een paar Nederlanders ter plekke tegen te komen? Apart. Ik ben eigenlijk ook niet meer heel erg gewend om Nederlands te praten. Nou ja, het gaat dan wat makkelijker omdat je net weer Nederlands gepraat hebt. Maar ja. Het is even lastig en heel erg apart. Maar ik vond het wel.